Hier is het bericht van de SP. Op het moment dat wij nog steeds veel te veel voedselbanken moeten hebben, dat er wachtlijsten zijn bij voedselbanken, dat mensen geld tekort komen om hun kinderen warm eten te geven, als mensen gewoon honger hebben in Nederland, als ze hun kinderen niet naar sportscholen kunnen sturen of zelfs naar een verjaardagsfeestje van een kind in de klas, dan heet dat armoede en dat is een aantasting van de beschaving in een van de rijkste landen van Europa. En ik vind dat schandalig. Je kunt geen werk vinden. Nee, ik kan gewoon geen werk vinden. Ik word gewoon afgewezen op mijn handicap. Mensen zijn bang dat ik zieker ga worden of ze vallen over mijn studie. Terwijl ik wel gewoon op hbo-niveau beoordeeld ben. Dan moet je toch bij de sociale werkvoorziening in ieder geval werk kunnen vinden. Daar sta ik op de wachtlijst en kom ik pas aan de beurt tegen de tijd dat ik een jaar of 65 ben. Zoals de puntentelling nu loopt. Ja, dit is Nederland, dames en heren. En laten wij met elkaar één ding afspreken. De vorige keer waren wij met zo'n 1500 in een kleiner zaaltje hiernaast. Nu zijn er ongeveer 6500 mensen. Maar als het nodig is, gaan wij gewoon naar het plein in Den Haag met 100.000 mensen. Mijn directeur heeft 4 jaar geleden besloten dat hij eigenlijk alle standaard vooroordelen die andere bedrijven hebben liet varen. En heeft gezegd, nou, iedereen is bij ons welkom. En op dit moment ongeveer de helft heeft op een of andere manier een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, het kan dus wel. Mijn leven is begonnen toen ik 3 was, tot ik uit huis ben geplaatst. En sindsdien ben ik nooit meer thuis komen wonen. Jouw leven is niet over rozen gegaan. Ik heb heel veel hulp gehad. Heel veel hulp vanuit de instantie. Vanuit eigenlijk begeleiding heel veel. Jobcoach, begeleid wonen. Als hun er niet waren, dan denk ik dat ik er nog steeds niet hier gezond en wel had gestaan. Dames en heren, moeten we dit soort jongens nou in de stront laten zakken of helpen we ze? Je stem laten horen, je stem verheffen, ja, dat heeft zin. En als het voor volgende week bij de staatssecretaris nog niet duidelijk genoeg is, dan gaan we samen in 2012 door. Want armoede werkt niet. En als het nodig is, actie!